1. De verrassende psychologie van uitstelgedrag, het overwinnen van de gewoonte voor productiviteit. 2. We hebben allemaal wel eens uitstelgedrag ervaren. Het is een strijd tussen nu en later, tussen actie en luiheid. 3. Maar wist u dat uitstelgedrag niet alleen een slechte gewoonte is? Het is meer een gevecht in onze geest. 4. Volgens psychologen is uitstelgedrag een manier om met negatieve emoties om te gaan. Het is een verdedigingsmechanisme. 5. Maar hoe kunnen we deze gewoonte doorbreken? Het begint allemaal met het begrijpen van de oorzaak van onze acties. 6. Het herkennen van uitstelgedrag als een reactie op stress kan ons helpen om deze zelfsaboterende gewoonte te overwinnen. 7. Sluit je bij ons aan om meer te leren over de verrassende psychologie van uitstelgedrag en hoe je productiever kunt worden.